Fanatische mensen zijn leuk. Mensen zijn altijd leuk om te zien, hoe extreem ook. Of ze nou dakloos zijn of gewoon vreemde kleren aan hebben. Die mensen hebben iets van zichzelf. En daar maak ik foto's van. Daar is voor mij niets belachelijks aan. En wat me dan opvalt, dat vaak andere mensen die dan naar zo'n foto kijken, die zeggen, ja, dat kan je niet doen, dat moet je vragen, je kan toch mensen niet zomaar fotograferen. Dat juist die mensen hun oordeel ook over degene die op die foto staat al meteen klaar hebben. Ja. Want zonder ook maar nadere informatie, meteen van, oh, die zal wel dakloos zijn. Nee, was helemaal niet dakloos. Of die is zeker dronken. Nee, die had alleen een ontzettend gezellige bui. En die deed gewoon lekker gek op straat. Niet keurig in de pas meelopend met alles en iedereen. Ja. Ja, vroeger werd de stad vastgelegd door schilders. Ja, en aan die schilderijen die in musea hangen, weet ik wat, zie je hoe de stad er toen uitzag, hoe de mensen er toen uitzagen. Ja, in het begin van de fotografie werd dat nog door fotografen gedaan. Tegenwoordig zijn de meeste beroepsfotografen met hele andere dingen bezig. Die reizen over de hele wereld om de grootste ellende vast te leggen. Of sport en dergelijke. En zijn het in feite de amateurfotografen, die meer doen dan alleen maar wat foto's van op vakantie en van de familie, die de stad vastleggen zoals die nu is. En over 100 jaar ben je dus van die foto's afhankelijk om te weten hoe de wereld er toen uitzag.